mensen van de Gamekanaal en welkom bij deze nieuwe aflevering. Mijn naam is always Kevin en in deze aflevering ga ik jullie uitleggen hoe je prefixes moet doen. En ik ga jullie uitleggen hoe je world editor in moet zetten. Ook ben ik vanmiddag weer van 2 tot 4 op Skype. Dus mocht je weer een vraag hebben, kom dan gewoon lekker op Skype. Voeg ons toe, een Gamekanaal. En allereerst gaan we beginnen met de prefixes. Daarvoor hebben wij een plugin nodig, die heet www.bucket.org. Gaan we even heen. Dan klikken wij weer op Get Plugins. En dan typen wij in. Dat typen wij in. En chat. Dan kom je bij deze bovenste plugin. En deze download je. Dan ga je naar de bucket dev van deze plugin. Klik je 2 keer op download. En dan haal je hem binnen. Dan heb je hem hier en chat. En wij hebben natuurlijk ook World Edit nodig. World Edit. Ja. Nou, nu hebben wij World Edit. Deze downloaden wij. En die downloaden wij ook. Zo. Oké, nice. Nou, nu hebben wij 2 plugins. We hebben hier World Edit en wij hebben hier EndChat. Nou, we gaan weer naar onze Minecraft server en wij gaan naar de plugin map. En daar zetten wij de EndChat in. Even wachten. Ja, we zetten de EndChat erin. En wij klikken op de World Edit die je zo net gedownload hebt. En daar heb je in CraftScripts, heb je daarin zitten World Edit Readme Notice. License en changelog. Nou, we hebben alleen de CraftScripts en de World Edit Pujar nodig. Die zetten wij in onze server. Oké. Nou, we hebben nu alle dingen al gedaan. En we hebben alles wat nodig is. Dus wij gaan even onze server opstarten. Zoals je zag, heeft EndChat een error. Kijk. Dat is altijd zo als je de eerste keer EndChat opstart. Maar als ik nu weer stop. Stopt hij hem nou? Ja, als ik nu stop doe en hem weer opstart, dan is de error weg, is het probleem verholpen. Dus EndChat werkt nog wel gewoon, het is een beetje verouderd, maar zolang het nog werkt kun je het nog gewoon gebruiken. Mocht het nou zijn dat het niet meer werkt bij bijvoorbeeld 1.2.6, dan zal ik uiteraard op zoek gaan naar een alternatief. Nou, we gaan nu eens even kijken hoe onze server eruit ziet. Zo handig als we hem ook aanzetten. Ja. Zoals je ziet is de server aan het opstarten. Even wachten. Ja. Ja, zoals je ziet zijn wij nu in onze server. En ik wil weten of de prefixen werken. Ja, ik ben eigenaar. Ik ben always Kevin en ik ben eigenaar. Dat is mooi. Ik ben always Kevin en ik ben eigenaar, dat klopt. Maar nu is het nog zo saai. Geen enkele groep heeft nog een kleur. Nou, dat kun je doen in Group Manager of in Packs, hangt vanaf wat je gebruikt. Ik heb trouwens ook in de beschrijving nu een download geplaatst naar Group Manager. Dus mocht je nou Group Manager gebruiken, dan kun je dat nu ook gebruiken. Nou, we gaan nu gewoon verder. We gaan nu kleurtjes toevoegen. We gaan eerst even kijken of World Edit werkt. Kijk, World Edit werkt. Nou, laten we eens even een testje gaan doen. We gaan even hier, zo. Oeh. En wij doen /set 76. Ja, het werkt. En nu doen we /undo. Ja, oké. Nou, World Edit werkt. Mocht je nou meer dingen willen weten over World Edit... Op de pagina waar jij net dat gedownload hebt. Kijk hier. Daar staan 2 hele mooie filmpjes. Daar is alles in uitgelegd wat World Edit kan. Nou ja, bijna alles. Sommige dingen wil je gewoon niet uitgelegd hebben. Want als je iets verkeerd doet met World Edit. Dan kan je gewoon je hele map corrupt raken. En dan kun je er niks meer mee. Nou, je hebt hier Leveling Mountains bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Nou.
is niet echt een praktische combinatie, maar hier wordt in ieder geval iets uitgelegd en in deze video wordt iets uitgelegd. Dus mocht je nou willen weten hoe World Edit werkt, dan kun je dat in die video zien. Ook waren er nog steeds mensen die niet wisten hoe ze een bucket server moesten opstarten. Ik heb ook de downloads uit de vorige aflevering, die heb ik weer in de beschrijving gezet. Mocht je ze nog niet hebben, mocht je ze over het hoofd gezien hebben. Die staan ook weer in de beschrijving. En wij gaan nu nog even kleurtjes toevoegen aan onze prefix, want wij hebben nu gewoon dit. En dat is eigenlijk best wel saai. Dus wij gaan naar even wat tabbladen afsluiten. En wij gaan naar Google en typen in Minecraft Colors. Dan kom je op deze pagina, als het goed is. Classic Surf Protocol Minecraft Wiki. Even kijken, de kleurencodes. Ja, dit moeten wij hebben. Nice. Even kijken hoor, kan ik het nog zien? Ja, zo. Oké, dit moeten wij hebben dus. Dit zijn alle kleurtjes. Ja. Nou, dit zijn alle kleurtjes die we hebben. Nu gaan we even naar onze server. Want wij willen even ons permission bestand hebben. Want dat is namelijk waarin jij de kleurtjes moet aanpassen. Kijk, dan gaan we naar permissions.yaml. En dan zie jij het volgende. Dan zie jij dus natuurlijk weer dit bestand waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Wij willen een prefix toevoegen. Want we willen graag een... Wij willen graag dat welkombrengs, die willen we dat die grijs worden. Dus dat is E7. Een gast, die heeft E8. Een bouwer, die krijgt E2. Een VIP, E5. Een moderator, die krijgt... Nou, ik vind dat moderator wel E4 mag. En een admin ook wel E4. En dan hebben wij nog natuurlijk een eigenaarsrank. De eigenaarsrank hebben wij ook nog. En die mag gold zijn. Dat is E6. E6. En nu vraag je misschien ook af wat dit inhoudt. Nou, ik geef nu door middel van deze comment, geef ik eigenaar toestemming tot elk commando op de server. Alles. Echt alles. Elke plugin, alle admin comments. En bij admin doe ik dat hetzelfde. Nu gaan wij deze config even opslaan. En nu gaan wij, hier, je ziet automatisch dat hier users gegenereerd worden in hetzelfde bestand. Meestal is dat erboven, maar in dit geval dus niet. Dan doen we even packs reload. Omdat wij natuurlijk willen zien of het gewerkt heeft. Wij gaan nu dus weer naar Minecraft. Want we willen zien of het dus ons gelukt is om dit te doen. Nee, we willen naar multiplayer. En dan naar Minecraft server van Kevin. En nu gaan we even typen. En zoals je ziet, ik ben eigenaar en ik heb een golden rank voor mijn naam. Nu zie je nog steeds welcome always Kevin. Deep help for a list of comments currently online always Kevin. Dat kun je ook nog aanpassen. Mocht jij nou iets heel anders in gedachten hebben. Dat zit standaard in essentials. Dan ga je naar plugins. Dan ga je naar essentials. Dan ga je naar motd.txt. Dit kun je ook even het best in... Notepad++ openen. Dat is het makkelijkst. Nou, dat doen we, maken we hiervan welkom speler. Player, zo roep je dus de naam aan. En typ help voor een lijst. Voor een lijst met commands. En hier maak je van nu online. Nou, je kan ook bijvoorbeeld hier doen welkom player, welkom. Nou, je hoeft welkom player niet eens te doen. Welkom op de server van Always Kevin. En dan doe je opslaan. En omdat dit essentials is, doe je essentials reload. Of je herstart je server, dat kan ook.
Nu gaan we weer naar Minecraft, want wij zijn natuurlijk nog steeds in game. En nu moeten we even reconnecten om te zien of het heeft gewerkt. Niet die server, deze server. En zoals je ziet, welkom op de server van Always Kevin. /help voor een lijst met comments. Nu online, Always Kevin. Je hebt geen nieuwe berichten. En voor iedereen andere, Always Kevin has joined the game. Dus nu zijn we eigenaar in onze eigen server. We hebben kleurtjes hiervoor. Hallo, met dubbel L trouwens. Ik ben Kevin. En ik ben eigenaar. En ik ben eigenaar. En als ik nu tegen mijzelf zeg, packs user always Kevin group set admin. En ik ga nu chatten. Ik ben Kevin en ik ben admin. Nu zie je dat wij een rode naam hebben en dat wij admin zijn met een rode naam. En als ik nu op tab druk, dan heb je hier geen naam. Dus je kan niet in één opslag zien wie er online is. Maar als je nou weer /list doet, dan zie je there are one out of maximum 20 players online. En dan zie je admin dubbele punt always Kevin. En als er nou twee mensen online zijn, bijvoorbeeld een guest en een admin, dan staat er guest dubbele punt Pietje 02 en admin dubbele punt always Kevin. En nu had ik een hele dikke lag spike. Maar ik hoop dat jullie dit dan in ieder geval al snappen. Ik zie heel veel requests voor plugins die ik erin moet zetten. Dus ik wil nu jullie weer vragen, dit was wel het meest gevraagde van Kevin. Hoe verander je rank van een speler? Nou, dat doe je dus met packs, user, always, Kevin, dus de naam. En dan groep, set, en dan gast, of welkom. En nu zie jij dat ik welkom ben. Kijk, ik ben nu welkom. Zo verander je dus de rank van een speler. Nu hebben wij ook kleurtjes voor onze naam. Dat wilden veel mensen graag ook zien. En veel mensen wilden graag zien hoe World Edit werkte. Nou, dat zit er nu in. Je hebt nu World Edit, kijk. Je kan nu blok selecteren met de rechtermuisknop en de linkermuisknop. En in die video's kun je kijken wat je dan allemaal kan. Je kan bijvoorbeeld /replays 35 met 1. Nu zie je dat alle 35 wat ik net geselecteerd heb verplaatst wordt met 1. Maar ik kan ook /replays 1, 5. En ik kan ook /undo /set 12. En dan weer /undo. Maar ik kan ook door middel van comments hele grote cirkels maken. En hele grote overkoepelingen van glass. Je kan heel veel met World Edit. Dus dat moet je even uitzoeken. Moet je even mee experimenteren. Ik raad altijd aan om niet te grote selecties te doen. Dus stel jij wil een heel groot plat vlak. Ik stel je aan om niet 200 bloks bij 200 bloks van boven naar onder te doen. Want dat gaat de server niet overleven. Mocht je nog vragen hebben bij mij. Ik ben vanmiddag weer op Skype van 2 tot 4. Dan kun je mij weer vragen stellen. Het kan even duren voordat ik antwoord. Want ik heb nu bijna 600, 700 contactpersonen op Skype. Ik denk 400 ongeveer. 400-500 contactpersonen op Skype. En ik kan niet alle vragen tegelijk beantwoorden. Ik heb vorige keer heel veel mensen geholpen met hun server. Die kregen me niet aan de praat. Mocht het zijn dat je nog steeds je server niet kan opstarten omdat je geen badbestand hebt. Die kun je in de beschrijving downloaden. Mocht het nou zo zijn dat jij nog steeds niet het PAX-bestand hebt. Die kun je ook in de beschrijving downloaden. Mocht het zijn dat je graag een Group Manager bestand wil. Die kun je vanaf nu ook in de beschrijving downloaden. Wat staat nog meer in de beschrijving? Nou, er staat verder niks in de beschrijving, denk ik. Ja, een stand misschien nog wel wat meer. Mocht het zijn dat je vragen hebt vanmiddag op Skype van 2 tot 4, kun je mij weer vragen stellen. En ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Doe een groen duimpje omhoog. Abonneer op een gamekanaal. Abonneer op twee gamekanaal. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering weer. En daarin mogen jullie weer suggesties achterlaten voor de volgende aflevering. Wat ik in de volgende aflevering moet gaan doen. Misschien wil jij wel dat ik autorank
een automatische uprank begin ga doen. Of misschien wil jij wel graag dat ik een timber mod erin ga zetten. Of misschien wil jij wel dat ik economy ga doen. Of misschien wil jij zelfs wel een plugin dat logt of spelers grieven. Dat kan natuurlijk ook. Dus laat in de reacties achter wat je graag wil zien. Ook ben ik bezig met de Mac tutorial. Die komt binnenkort. Ik weet niet wanneer. Ik denk misschien over 3 weken dat de bucket tutorial dan komt. Hoe je je server opzet. Alleen hoe je server opzet. Ik ga niet plugins erbij doen en zo. Want dat kun je gewoon uit deze tutorial halen. Want dat werkt in principe hetzelfde. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.